NOS Journaal. Goedenavond. Pim Fortuyn is dood. Neergeschoten in Hilversum na een interview op Radio 3. Wat niemand voor mogelijk hield in Nederland is dus toch gebeurd. Een politicus die op campagne was, die de dood vindt. Formeel is zijn dood nog niet bevestigd door de politie, maar voor iedereen staat vast dat hij inderdaad is overleden. Alles was anders in deze verkiezingsstrijd met het optreden van Pim Fortuyn. Het doorgaans zo bezadigde Nederlandse politieke landschap werd compleet op zijn kop gezet. De tegenstellingen weer eens hard uitgesproken. De uitkomst op 15 mei bij de verkiezingen was voor het eerst in lange tijd weer eens onzeker. En dat riep felle reacties op en weerstanden. Fortuyn had eerder aangegeven zich wel eens bedreigd te voelen. Hij wilde wel bescherming, maar alleen als die werd aangeboden. Er gebeurde niets. Dit is tenslotte Nederland. Maar die fatale aanslag kwam dus toch. Gewoon voor de deur van een studio. Het gebeurde dus allemaal rond 6 uur vanavond op het terrein van het Mediapark. Een man met een baseballpet schoot 6 maal op Fortuyn, die net een interview had gegeven op Radio 3 FM met Ruud de Wild. Daarin had Fortuyn nog gezegd, ik ga niet snel dood, ik word 87 jaar. Het duurde enige tijd voordat de ambulances arriveerden. Ook het Mediapark werd meteen afgesloten. Journaalverslaggever Dave Abspoel was een paar minuten na de fatale schietpartij aanwezig. Ik was vlak na de schietpartij, heb ik naast Pim Fortuyn gestaan en kon een aantal vrij grote schotwonden zien, waaronder eentje vlak boven zijn linkeroor in zijn hoofd. Hij reageerde nergens op, lag ruggelings op de grond met zijn benen onder zijn lichaam gevouwen. En ja, het leek er al heel sterk op dat hij op dat moment al was overleden. Fortuyn was in het gezelschap van zijn vertrouweling Albert de Boy en een chauffeur. Hij had geen bodyguards. Het Mediapark was na de aanslagen van 11 september in Amerika deels afgesloten. Aanvankelijk was die beveiliging heel streng, maar later werd de beveiliging veel lakser. Ja, Fortuyn werd zoals gezegd neergeschoten op het Mediapark in Hilversum voor het gebouw van de radiozender 3 FM. Verslaggever Dave Abspoel was een van de eerste die ter plekke was. Dave, wat heb je eraan getroffen? Ik zag Pim Fortuyn liggen halverwege tussen zijn auto en de uitgang van Radio 3 FM op zijn rug. Met zijn benen onder zijn lijf gevouwen. Een grote schotwond hier boven zijn linkeroor. Een schotwond in de hals. Een schotwond in de borst. Je hebt ook getuigen gesproken. Wat hebben die gezegd? Die zeggen dat het wel vuurwerk leek, dat er heel veel op hem geschoten is. Er wordt gezegd 6 of 7 keer zou die getroffen zijn. Getuigen hebben een man met een baseballpetje weg zien rennen, een jonge man, en zijn achter hem aangegaan. Of ze hem ook daadwerkelijk gevonden hebben, weet ik niet. Ja, de hulpverlening, dat duurde even voordat hij er was. Toen die er helemaal was, wat gebeurde toen? Wat voor hulp werd er verleend? Het was een kwestie van overhemd openmaken, das losmaken, stickertjes aanbrengen om te kijken of zijn hart nog sloeg en pogingen om hem te reanimeren, hartmassage. Nog even terug naar die dader. Is er iemand die een glimp van deze dader heeft kunnen opvangen? En is er iets bekend over bijvoorbeeld huidskleur? Er zijn mensen die hem hebben gezien en het enige wat ik heb gehoord is een jonge man met een baseballpetje en that's it. Ja. Het lichaam is afgevoerd op enig moment. Hoe gebeurde dat? Dat is vrij laat afgevoerd. Bij mijn weten doen we een ambulance, maar helemaal zeker weten doen we het niet. Er waren een aantal ambulances ter plaatse en ja, die gingen 1 voor 1 weg. Ja. Het gebeurde op het Mediapark, wordt goed beveiligd, bewaking bij de ingang. Kun je daarvan zeggen? Nou ja, dat zul je uit eigen ervaring ook waarschijnlijk wel weten. De laatste tijd is het toch wat minder geworden, die bewaking. Ze staan weliswaar nog steeds bij het toegangshek, maar als je vrolijk zwaait kun je zo doorrijden. Dus het moet voor niemand moeilijk zijn om hier het Mediapark op te komen. Een schokkende gebeurtenis om daar zo getuige van te zijn. Zeer schokkend. Het is goed dat je daarna gelijk aan het werk kunt, want dan sta je er niet bij stil wat je hebt gezien. Okay. Dave Abspoel, dankjewel. Het werd een politieke aardbeving genoemd, een revolutie. Op 6 maart haalde Fortuyn meer dan 1/3 van de stemmen in zijn woonplaats Rotterdam. Een uitslag die de tweede stad van het land op zijn politieke grondvesten deed schudden. Nu zijn de Rotterdammers platgeslagen door het nieuws over de aanslag, of het nu aanhangers zijn of tegenstanders. Verslaggever Job Wouter Keur op zoek. We gaan naar Den Haag. Daar is Job Friso. Ja, ik had vooral wilde je me een vraag stellen, Gerard, misschien.
Ja, of er politieke reacties zijn. En we begrepen dat ook premier Kok in de loop van de avond iets zou verklaren. Is dat al gebeurd? Ja, ik begrijp dat de minister-president om 7:15 een verklaring zal afleggen. Die zullen we proberen rechtstreeks uit te zenden. Toen het nieuws hier bekend werd om 6:15 ging er een schokgolf door de politiek. Alle campagnes werden meteen gestopt. Vanavond komen de lijsttrekkers, fractievoorzitters hier naar Den Haag om te overleggen hoe het verder moet richting 15 mei. In ieder geval zal het, als de campagne al doorgaat, een sobere campagne worden. De vraag zal zeker op tafel komen, gaan de verkiezingen door? Maar ik roep nog eens even in herinnering 1977, toen er een gijzeling was van een trein bij de Punt. En dat minister-president Den Uyl, de minister van Justitie van Acht, het crisisteam bemande. En dat die verkiezingen gewoon doorgingen. Ook al vanwege wat Dijkstal eerder vandaag zei, je kunt de democratie niet laten wijken voor een aanslag. Want daarmee haal je de rechtsstaat onderuit. De democratie mag daar geen slachtoffer van worden. Het is natuurlijk een gebeurtenis die een heel diep spoor in de Nederlandse politiek zal trekken. Politieke verhoudingen zal beïnvloeden, de beveiliging hier enorm zal doen toenemen op en rond het Binnenhof. En het is natuurlijk het waren al bijzondere verkiezingen, want je zei het zelf al, Fortuyn dreigde een grote partij te worden, had veel succes, zette de verhouding op zijn kop in een campagne, gevestigde politieke partijen krabden zich achter zijn oren hoe ze hier nou tegen zich zouden tegen moeten verdedigen. Laten we nog eens even kijken naar wat voor man Pim Fortuyn eigenlijk was. Pim Fortuyn schreef al meer dan 10 jaar over het openbaar bestuur, toen hij eind vorig jaar de stap zette om zelf politiek actief te worden. Hij werd gekozen tot lijsttrekker van Leefbaar Nederland. At your service. Bijna direct begon die partij te groeien in de peilingen. Maar een oude wetmatigheid werd ook hier waarheid. Waar Fortuyn is, is ruzie. In een geruchtmakend interview in de Volkskrant nam hij afstand van sommige programmapunten van Leefbaar Nederland en noemde hij de islam een achterlijke cultuur. Kort daarop moest hij het veld ruimen als lijsttrekker. Vergis je niet. Ik word de minister-president van dit land. Fortuyn ging op eigen kracht verder en stelde een eigen lijst samen. Een paar bekende, maar vooral ook veel onbekende kandidaten schaarden zich achter hem. Zijn boek, De puinhopen van 8 jaar paars, fungeerde als verkiezingsprogramma. En ook bij de presentatie daarvan werd Fortuyn al belaagd. Toen nog op een onschuldige manier. Op naar de nul zetels! In Rotterdam boekte Fortuyn een monsterzege als lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam. Hij werd in één klap de grootste partij en ondanks een paar strubbelingen leidde dat tot een collegesamenwerking met het Rotterdamse CDA en de VVD. Het moest volgens Fortuyn een voorbode zijn voor landelijke samenwerking. Met de lijst Pim Fortuyn deed hij volop mee aan de campagne, met name aan de debatten. De andere lijsttrekkers kregen maar geen grip op zijn geheel eigen manier van politiek bedrijven en zijn dandy-achtige voorkomen. In de peilingen schoot Fortuyn als een komeet omhoog en hij was op weg naar een grootse entree in de Tweede Kamer op 15 mei. Fortuyn maakte zich altijd al zorgen over zijn veiligheid. Gisteren nog in een radiodebat waar hij een uitnodiging afsloeg om een bezoek te brengen aan de gevaarlijke wijken in Rotterdam. Want in de discussie kwam net naar voren dat Paul Rozemuller u eigenlijk een uitnodiging deed om samen met hem naar die no-go area te gaan. Gaat u dat doen? Dat zou ik hem niet aanraden, want ik ben binnen 5 minuten in elkaar geramd. En dat wil ik dus niet. Aan het begin van de avond overleed Pim Fortuyn aan de verwondingen van een aanslag. Hij werd 54 jaar oud. Ja, praat dan even met Job Friso door in Den Haag. Job, heel toevallig, het ging net over de veiligheid. Heb jij vorige week nog met Fortuyn gesproken? Toen ging het ook over veiligheid. Wat zei hij toen? Ja, ik was vorige week woensdag, meen ik me te herinneren, bij hem op bezoek voor een achtergrondgesprek. Dat doen journalisten vaker bij politici, om eens even te horen wat er aan de hand is en wat ze in de planning hebben staan enzovoort. En dan vertelde hij vrij spontaan dat hij door de politie al een keer was gewaarschuwd, dat hij bedreigd zou kunnen worden. Hij vroeg toen nog spottend aan de politie, en wat gaan jullie nou doen? Nou, helemaal niks, had die agent gezegd. En toen had Fortuyn aan hem gevraagd, wat kom je hier dan doen? Verder vertelde hij wel dat hij van zijn beperkte campagnebudget vrijwel geld moest uitgeven aan zijn beveiliging. Ik weet niet precies waar die beveiliging uit bestond. Ik was bij hem thuis. Dat huis was niet extra beveiligd, behalve het hek wat er omheen stond. Hij vertelde wel dat hij zijn eigen beveiliging ook kon regelen in die zin dat hij contacten had in de Rotterdamse taxiwereld. En dat hij daar zo, als hij 1 of 2 telefoontjes deed, een massa taxichauffeurs bij hem in de buurt zou kunnen krijgen die hem zou beschermen, omdat ze met hem sympathiseerden. Datzelfde gold overigens ook voor de politie. Niet zozeer voor de hoofdcommissaris, zei hij ook spottend, maar voor gewoon de agenten in de straten. Daar had hij ook veel sympathisanten, die kon hij ook zo opbellen en die kwamen dan ook beschermen. Eén ding was duidelijk, hij leefde met de gedachte dat hij bedreigd werd. En daar was hij zich zeer van bewust. En die bedreiging is vandaag dus dramatisch werkelijkheid geworden.
Dat ook in de richting van de media bedreigingen worden geuit. Is er iets te zeggen over de rol die de media gespeeld hebben richting Fortuyn? Ik zou het niet kunnen zeggen, behalve dat je natuurlijk kunt zien dat Fortuyn voor een belangrijk deel door de media op het schild is getild. Hij heeft natuurlijk erg veel uitzendtijd gekregen, zou je kunnen zeggen. Niet alleen voor deze verkiezingen, maar ook voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar ik zou daar geen verband tussen willen leggen. Oké, dankjewel, Joop Friso in Den Haag. We gaan nu naar Wouter Körpershoek. Die staat in Rotterdam, de thuisbasis van Pim Fortuyn, waar hij zijn eerste grote politieke successen haalde. Wouter, verslagenheid daar in Rotterdam, de thuisbasis van Fortuyn? Ja, ik bevind me op het stadhuis aan de Coolsingel in Rotterdam. En vooralsnog overheerst hier volstrekt het ongeloof eigenlijk over wat er aan het einde van de middag in Hilversum is gebeurd. Het is emotioneel, er lopen raadsleden binnen. Zojuist heeft het college van BMW vergaderd. Burgemeester Opstelten kwam naar buiten, vertelde dat er ook met de wethouders van Leefbaar Rotterdam was gesproken die daar aanwezig waren. Er was gebeden. Men heeft eigenlijk zwijgend naar elkaar zitten kijken, vol onbegrip over hoe dit nou toch heeft kunnen plaatsvinden. Nog even voor de duidelijkheid, in Rotterdam, je zei het al, de basis van Pim Fortuyn, 37% van de kiezers bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen stemde op Pim Fortuyn. Met als gevolg dat er 17 raadsleden inmiddels in de Rotterdamse Raad vertegenwoordigd zijn. Pim Fortuyn was zelf natuurlijk ook de fractievoorzitter van de Rotterdamse gemeenteraad. En hij is nu ook in één klap wat dat betreft weggevallen. Nog even voor de duidelijkheid. De burgemeester stelt het stadhuis open in Rotterdam de komende dagen, vanaf nu eigenlijk. En Rotterdammers die daar de behoefte toe voelen, kunnen naar het stadhuis komen om daar met elkaar te praten, om een condolianceregister te tekenen. En daar is ook opvang voor iedereen die daar behoefte toe voelt. Ja, Wouter, dat ging in Rotterdam een belangrijk experiment worden met Leefbaar Rotterdam, ruim vertegenwoordigd in de Raad. Hoe moet ik me de toekomst daarvan voorstellen nu de grote inspirator daarvan is weggevallen? Ja, dat is inderdaad heel moeilijk voor te stellen, want vergis je niet, van al die mensen die op Leefbaar Rotterdam hebben gestemd, heeft iedereen in Rotterdam ook echt op Pim Fortuyn gestemd. Hij had alle voorkeurstemmen. En alle andere raadsleden zijn eigenlijk nauwelijks bekend in Rotterdam en zijn er in sommige gevallen ook in de haast bijgehaald. Drie wethouders in het college op ook belangrijke, cruciale posten. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat Pim Fortuyn natuurlijk nooit van plan is geweest om heel actief zich in Rotterdam ook op te stellen. Want voor hem was een grotere toekomst weggelegd, zo vond hij zelf, de landelijke politiek. En dat zou betekend hebben dat hij sowieso in de Rotterdamse raadspolitiek nooit een hele belangrijke, cruciale rol zou hebben gespeeld in de toekomst. Dus Ben zal zich hier nu gedwongen zien, Leefbaar Rotterdam, om zonder de voorman verder te gaan. Maar dat was sowieso natuurlijk al eigenlijk het plan. Dankjewel, Wouter Körpershoek. Lijsttrekkers van politieke partijen hebben geschokt gereageerd op de aanslag op Fortuyn. Totale verslagenheid. En natuurlijk een ondubbelzinnige veroordeling over datgene wat er gebeurd is. Ik bedoel, ik heb nu gewoon even heel erg te doen met de mens Fortuyn. En politiek gaat wat mij betreft even van tafel. Het is in één woord weerzinwekkend. Het is nauwelijks te bevatten dat in ons Nederland zo gebeurt. Een dieptepunt voor onze democratie. En op de een of andere manier heb je het idee dat Nederland, onze democratie, haar onschuld heeft verloren. Dat dit zijn dingen die je niet dacht dat in Nederland mogelijk waren. En het moet ook ten diepste veroordeeld worden dat mensen hier hun toevlucht naar zoeken. En voor de rest ben je geschokt door deze gebeurtenissen. We hadden gedacht in Nederland dat we van mening mogen verschillen, maar dat je altijd respect voor de anderen te tonen. Wat hier gebeurt is in en in triest. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het verbijsterend. En ik zou ook graag naar de nabestaanden van de heer Fortuyn mijn deelneming willen uitspreken. Want dat is toch de eerste waar je gedachten naar uitgaan. Tweede plaats is het ook een klap voor de Nederlandse democratie, voor onze rechtsstaat. Want dit is zelden vertoond. En VVD-lijsttrekker Hans Dijkstal voerde campagne in Limburg op het moment van de aanslag. In Weert was een grote campagneavond gepland van de liberalen die nu is afgelast. Dijkstal stond in Weert nog wel de pers te woord voor een reactie. En verslaggever Margriet Brandsma sprak rond 7:30 met hem. Meneer Dijkstal, uw eerste reactie?
Ja, ik ben totaal verslagen. Dit is zo'n diep tragische gebeurtenis. Ik begrijp dat we rekening moeten houden dat hij echt overleden is. Nou, dat is onbeschrijfelijk. Had u het voor mogelijk gehouden in Nederland? Ja, dit kan je niet voor mogelijk houden. Hoewel je gelijktijdig weet dat in een open democratie, en dat zijn we, dat willen we ook zijn, dat deze dingen kunnen gebeuren. Maar dit heb ik niet voor mogelijk gehouden, absoluut niet. Maar Fortuyn zei bijvoorbeeld gisteren in een lijsttrekkersdebat ook met u, dat hij de no-go-areas in Rotterdam niet indurfde. Hij heeft al vaker te kennen gegeven dat hij zich bedreigd voelde. Ja, ik denk dat wel waar is. En ik weet ook dat af en toe ministers wel eens bedreigd worden. En dan komt er wat extra beveiliging, als men concrete aanwijzingen heeft. Maar ik geloof niet dat hij gisteren op iets doelde wat zo uitstond, zo definitief is als we vandaag gezien hebben. Nu heeft de VVD voor vandaag en morgen in ieder geval alle campagneactiviteiten stilgelegd. Wat moet er daarna gebeuren, vindt u? Nou, wij hebben dus voor onszelf besloten nu voorlopig te stoppen. Er is een overleg, waarschijnlijk morgen, tussen de fractievoorzitters, waarin we met elkaar afspreken hoe we verder gaan met de campagne. En misschien ook andere zaken onder ogen zien. Ik wil daar niet te veel op vooruit lopen. Omdat natuurlijk we verkiezingen hebben op 15 mei en daar kun je natuurlijk ook vragen bij stellen. Maar laten we daar maar heel, heel zorgvuldig over nadenken. Maar doelt u daarmee dat het misschien zelfs mogelijk is om die verkiezingsdatum uit te stellen? Nou, ik wil het niet uitsluiten, maar gelijktijdig, dat heb ik toen ook naar die 11e september gezegd, mag je als samenleving nooit capituleren. Dus dat zijn de twee kanten waar je naar moet kijken. Maar ik wou daar maar niet te veel over zeggen. Laten we daar eerst eens even hard over gaan nadenken. Maar dan nog wel even in zijn algemeenheid. Wat betekent voor de politiek in Nederland op de wat langere termijn? Nou ja, je moet natuurlijk weten wie dit gedaan heeft, wat daarachter zit. En ik hoop dat het niet moet leiden tot een samenleving waarin we alles moeten beveiligen en we niet meer open met elkaar om kunnen gaan. Maar dat kan alleen maar als we zeker weten dat we ook allemaal een beetje veilig kunnen zijn. Ja, we gaan nu live over naar Weert, waar nog steeds verslaggever Margriet Brandsma is. En zij is nu in gesprek met minister van Defensie De Grave. Klopt, bij die afgelaste VVD-bijeenkomst is nog wel minister De Grave van Defensie. Minister De Grave, ik vroeg er eerder uw lijsttrekker. Kunt u het zich voorstellen dat zoiets gebeurt in Nederland? Nee, ik denk dat niemand zich dit kan voorstellen. Overigens gaat mijn emotie nu allereerst uit naar Pim Fortuyn. Naar zijn familie en zijn vrienden in dit voor de Nederlandse democratie echt afgrijzelijke moment. Wat betekent het in uw ogen, ook als minister van Defensie, die daar toch ook wel een beetje mee te maken heeft, voor de beveiliging van politici in de toekomst? Nou, ik heb net begrepen dat minister-president voor 9:30 een extra vergadering van de ministerraad bijeen heeft geroepen om ook over dit soort vragen na te denken. Maar we moeten niet vergeten dat een heel belangrijk onderdeel van een democratie is dat kiezers, bevolking, contact kan hebben met politici. En dat het ook niet mag zo zijn in Nederland. We wijken voor terreur. Maar ik zeg het nu als eerste reactie. We moeten natuurlijk meer weten. We moeten meer weten over het achtergrond. Vooral van de dader, wat zijn motieven zijn geweest. En pas dan denk ik dat we op een verantwoorde wijze dit soort hele lastige vragen kunnen beantwoorden. Want dat maakt voor u wel uit wie erachter zit als het gaat om verdere maatregelen. Ja, dat lijkt me wel relevant. En dat is allemaal op dit moment nog in het duister tasten. Maar voor mij staat echt wel voorop dat we een open democratie in Nederland hebben en dat het heel veel waard is om dat ook om daarvoor voor te vechten. U spreekt over een extra ministerraad, dan zal het ook ongetwijfeld gaan vanavond over dit soort zaken. Is er überhaupt wel eens gesproken over beveiliging van iemand als Pim Fortuyn die wel eens te kennen heeft gegeven dat hij zich onveilig, soms bedreigd voelde? Ja, dat is wel eens aan de orde geweest, maar dat gaat in Nederland via aanwijzingen. Op grond waarvan de politie, Binnenlandse Veiligheidsdienst, adviseren om over te gaan tot beschermde bewaking. Dat is in het verleden al een aantal keren gebeurd, bijvoorbeeld tijdens de Kosovo-oorlog, een aantal ministers. Ook het interview met minister van Defensie De Grave, want premier Kok legt nu een verklaring af in Den Haag. Over wat hier vandaag in dit land is gebeurd. Een moordaanslag. Pim Fortuyn is niet meer. Het is diep tragisch. Ik ben verbijsterd. Het is diep tragisch voor de nabestaanden, voor allen die hem dierbaar waren, zijn naasten. Het is ook diep tragisch voor ons land. Voor ons land en voor onze democratische rechtsstaat. We weten natuurlijk niet wat de motieven van de dader waren. We weten ook niet of de dader al is aangehouden of er aanwijzingen zijn. Ik kan daar ook niet in treden. Maar dat alles schiet natuurlijk door je kop op een moment zoals nu. Dat nieuws tot je komt. Dat je er steeds meer van doordrongen bent van wat er in Nederland is gebeurd. In Nederland.
een verdraagzaam land met natuurlijk politieke tegenstellingen, zoals in iedere democratie. Dat is democratie, maar wel met respect voor elkaar, respect voor elkaars mening. En respect voor elkaars mening houdt natuurlijk ook in dat je elkaar daarop kunt bestrijden, maar met woorden en niet met kogels. En wat hier gebeurd is, is onbeschrijfelijk. We hebben later vanavond, dit zijn dus mijn persoonlijke ontboezemingen, ik kan het niet anders zeggen. Ik ben er kapot van. We zullen vanavond, later in de avond, ook met de ministerraad bij elkaar komen om ook onze gedachten en onze gevoelens te delen. Want collega's bellen natuurlijk op en die zeggen, wat gaat er gebeuren vandaag? Blijven we allemaal thuis of gaan we allemaal naar huis? En nee, we komen bij elkaar om een aantal dingen natuurlijk ook door te nemen die verder moeten worden afgewogen. Maar ik had er dringend behoefte aan om dit zo te zeggen tegen u. En ik zeg er ook nog één ding bij. Laten we in godsnaam onze kalmte bewaren. Laten we onze kalmte bewaren in een tijd waarin je geneigd bent heel woest te zijn, heel boos te zijn. Maar kalmte is misschien wel de beste dienst die we nu in waardigheid aan onze rechtsstaat en aan onze democratie en aan de nagedachtenis van Pim Fortuyn kunnen geven. Dank u wel. Ja, en dat is een tamelijk indrukwekkende toespraak van de minister-president, zou ik willen zeggen. Het is duidelijk, hoor ik van collega's op het Binnenhof, dat de beveiliging daar al extreem is toegenomen. Een eerste gevolg van de aanslag op Pim Fortuyn. Dat werd al voorspeld natuurlijk, maar het is meteen werkelijkheid geworden. Je schijnt nergens meer in te komen zonder speciale pasjes. Dan heb ik nog wat laatste nieuws. Morgen zou Tony Blair, de Britse minister-president, naar Nederland komen op een bijeenkomst van de Partij van de Arbeid. Die bijeenkomst gaat niet door. Tony Blair komt ook niet naar Nederland. Dat is even het laatste nieuws hier vanuit Den Haag op dit moment. Ja, je had nog even doorpraten daarover. Ook over wat premier Kok zojuist gezegd heeft. Zo aangedaan heb ik hem zelden gezien. Nee, dit is natuurlijk oprechte emotie. Iedereen is geëmotioneerd, ook hier op de redactie, ook alle politici die we spreken. Er is natuurlijk een schok door de Nederlandse politiek en de Nederlandse samenleving gegaan. Dit is een gebeurtenis van on-Nederlandse proporties, zou je kunnen zeggen. Dat is, iemand zei hier, ja, het is sinds de moord op Willem van Oranje eigenlijk niet meer voorgekomen. In de Nederlandse moderne geschiedenis in ieder geval niet. Dat iemand vanwege zijn mening, want daar moeten we hier toch van uitgaan, dat iemand vanwege zijn mening vermoord is midden in de verkiezingscampagne. We kunnen de gevolgen ook totaal nog niet overzien. Wat dat gaat betekenen voor bijvoorbeeld de uitslag van de verkiezingen die ongetwijfeld op 15 mei wel door zullen gaan, naar mijn mening. Ja, Nederland heeft zijn onschuld verloren, zou je kunnen zeggen. De oproep van Kok was heel opmerkelijk, waarin hij zo met zoveel nadruk zei, laten we vooral kalm blijven. Waarop heeft hij gedoeld, denk je? Nou ja, er kan natuurlijk makkelijk paniek uitbreken, zowel bij de stemmers als bij de politici zelf. Het beste kun je toch heel rationeel analyseren wat is hier gebeurd en waarom is het gebeurd. Kennelijk zijn er toch bewegingen in Nederland die niet accepteren dat er een andere mening wordt. We zien hier overigens het stoffelijk overschot van Fortuyn afgevoerd worden, zie ik in Hilversum. Dit lijkt me wel het bewijs dat hij inderdaad, zonder dat we daar een officiële verklaring voor hebben, dat hij overleden is. De paniek voorkomen, zei de minister-president eigenlijk. Dat was ik net bezig te zeggen voordat we deze beelden lieten zien. Paniek voorkomen, ook bij de kiezers. Want je weet natuurlijk ook niet wat de kiezers gaan doen. Wat gaat bijvoorbeeld de lijst Fortuyn zelf doen? Gaat de nummer 2, João de Varel, ja, gaat hij het roer overnemen? En gaat hij misschien een klaterende overwinning halen? Juist omdat de lijsttrekker vermoord is? Of gaan de kiezers dat juist niet doen? Dat zijn allemaal dingen die we nu niet kunnen voorspellen. Het zijn indrukwekkende en chaotische tijden. Job, extra ministerraad, hoorden we de premier zeggen vanavond om 9:30. Is het denkbaar dat daar ook gesproken wordt over het wel of niet door laten gaan van de verkiezingen? Ja, dat lijkt mij wel logisch, maar ik denk toch dat de uitkomst wel vaststaat. Ik roep nog eens in herinnering, ik zei het al eerder in dit journaal, 1977, grote kaping van een trein bij De Punt in Drenthe. Minister-president Den Uyl toen als crisisteamleider met minister van Justitie van Acht aan zijn zijde. Verkiezingen zijn gewoon doorgegaan, ook al, zoals Dijk zal dat vanavond tegenover collega Brandsma verwoorden, je kunt de democratie niet slachtofferen aan een daad van geweld. Dat is nou exact waar een rechtsstaat op gestoeld is, dat soort dingen gewoon doorgaan. De kwetsbaarheid van de democratie kun je niet daaraan slachtofferen. Dat moet doorgaan. Dus ik sluit eigenlijk uit dat de verkiezingen uitgesteld worden.
Goed, Joop, we komen straks nog bij je terug in deze uitzending. We gaan nu naar Tilburg, waar D66 campagne voert. Ja, dat is een verschrikkelijke klap. Ik bedoel, natuurlijk in de eerste plaats voor de dierbaren van Pim Fortuyn. En in de tweede plaats, denk ik, voor ons allemaal. Voor de rechtsstaat, voor gewoon iedereen. Politiek in Nederland wordt met het woord gevoerd. En wat hier is gebeurd is zo verbijsterend. Daar heb je ook eigenlijk geen woorden voor. Want wie kan hier belang bij hebben? Ik weet het niet. Weet u het? Het is zo waanzinnig. Je kunt met elkaar van politieke mening verschillen. En je kunt elkaar daar ook op ondervragen. Dat mag ook heel duidelijk. Maar dan houdt het op. En al het andere is... is belachelijk. Ik weet alleen maar dat het verschrikkelijk is. En dat Nederland ook niet meer Nederland is sinds vandaag. Iemand wordt vanwege zijn ideeën, vanwege zijn gedachten, in koele bloeden neergeschoten. Ja, als dat zo is, dan is het verschrikkelijk. Dat is nog nooit gebeurd in Nederland. En het zou ook nooit mogen gebeuren. Goed, de advocaat van Pim Fortuyn, Oscar Hammerstein, noemt het een schande dat Pim Fortuyn niet veel eerder bescherming heeft gekregen. Nou ja, ik ben diep geschokt. En het is helemaal naar om nu dit nieuws te vernemen nadat we hebben gezegd... Het is schandelijk dat justitie niets onderneemt naar aanleiding van die taartensmeterij. En naar aanleiding daarvan ben ik met de heer Fortuyn bij de politie in Den Haag geweest. En daar hebben wij ook gezegd, als justitie hier niks onderneemt, dan vraag je eigenlijk om een verdere stap. De volgende keer is het een steen of erger. En wat doet u dan? En toen werden de schouders nog opgehaald. En mijn collega Spong en ik die hadden al een klacht in voorbereiding bij justitie dat er niet strafrechtelijk vervolgd werd. En justitie was naar aanleiding van die taartensmeterij niet te bewegen om iets te doen. Ik praat nog even door met Job Frieso in Den Haag. Job, we zagen net de premier. Zeer geschokt, aangeslagen indruk maakte hij. Hij zei het is niet alleen een aanslag op Fortuyn, het is ook een aanslag op de democratie. Ja, maar dat raakt natuurlijk de vrijheid van meningsuiting. Fortuyn had tamelijk radicale ideeën op een aantal terreinen, waarvan die over de migranten natuurlijk het meest in het oog sprongen. En we weten natuurlijk de motieven van de daden niet, we weten niet wat erachter zit. Maar vaststaat dat er natuurlijk wel een relatie is tussen zijn wat radicalere meningen en wat hier vandaag gebeurd is. Als laatste nieuws kan ik overigens nog melden dat om 9:30 vanavond hier in het Kamergebouw de lijsttrekkers bij elkaar komen om te besluiten hoe ze de campagne verder zullen doen. Dat doen ze op een binnenhof wat een emotionele aanblik geeft. En dat laten we eens even zien in een verslag van Bram Schilham. Den Haag verkeert in een staat van shock. Kort na het bekend worden van het nieuws werd het torentje van premier Kok afgezet. Er verzamelden zich aanhangers van Fortuyn die in stilte rouwen. De collega-lijsttrekkers kunnen nog maar nauwelijks bevatten wat er is gebeurd. Ik hoorde om 6:15, we hadden een beluur voor het Eindhovens Dagblad in Eindhoven. Waar het afscheid nemen, toen kwam plotseling het vreselijke bericht. Kunt u zich kon u het zich voorstellen? Niet in de Nederlandse situatie. We zijn een land waar we altijd tolerant zijn geweest. We erkennen de verschillen van opvatting. Maar dat een verkiezingscampagne overschaduwd zou worden door een moordaanslag is ondenkbaar. Wat betekent dit volgens u voor de politieke cultuur in Nederland? Het is natuurlijk te vroeg om nu al conclusies te trekken. Maar op deze manier is het natuurlijk vreselijk. Dit is beschamend dat hier is gebeurd. De daders zullen hard moeten worden aangepakt. Ook we moeten de motieven natuurlijk weten. Maar uit een oogpunt van het functioneren van democratie is het hoogst ernstig wat hier is gebeurd. En dat is heel slecht. Ja, ik denk dat het nog heel erg moeilijk te duiden is. A, weten we niet wie het gedaan heeft, wat de achtergronden zijn. Kijk, er zijn al mensen die nu al speculeren over... ja, maar is Fortuyn niet te hard aangepakt en dit en dat en zo. Fortuyn was zelf ook geen watje. En die vond het debat leuk. En ik van mijn kant, ik was het ook niet altijd eens met de bejegeningen die Fortuyn kreeg. En met name de etiketten die erop geplakt werden. Wij hebben het altijd als zakelijke discussie gehouden. Een inhoudelijk debat met hem willen voeren. Wat hij helaas met mij niet wilde. Maar ik vind het allemaal veel te voorbarig. Ik bedoel, we hebben het over iemand die voor een ideaal stond. Een missie had, zoals hij zelf zei. En de drie kogels op zijn weg gevonden heeft. En daarbij is overleden. Ik bedoel... Ik vind het een dappere die dat nu allemaal al kan duiden. In het perspectief ook van geschiedenis, van de verkiezingen, vind ik ook eigenlijk dat hier allereerst het menselijke aspect ruim baan moet krijgen.
Goed, we zijn aan het einde gekomen van dit journaal, wat helemaal gewijd was aan de aanslag op Pim Fortuyn eerder deze avond op het omroepkwartier hier in Hilversum. Pim Fortuyn die door kogels van nabij afgeschoten zeer zwaar gewond raakte en vermoedelijk ter plekke al is overleden aan die verwondingen. Een aanslag die door premier Kok zojuist nog niet alleen een aanslag op Fortuyn werd genoemd, maar ook een aanslag op de democratie. Vanavond een extra ministerraad. Campagnes door de verschillende partijen zijn allemaal stilgelegd. En die partijen hebben één voor één allemaal geschokt gereageerd op de gebeurtenissen van deze vooravond. Ik kan u nog melden dat op Nederland 2 de gezamenlijke omroepen verder gaan met hun programma wat gewijd is aan de aanslag hier in Hilversum. Voor Nederland 1 is het einde van deze uitzending. Ik wens u nog een goede avond.